Vijf jaar geleden werd er met moeite een project gestart door de gemeente Maarn om een buurthuis te vestigen. Er was een groot gat tussen wat beleidsmakers bedachten en wat de wijkbewoners wilden. Vandaag is de opening van het buurthuis en dat wordt gevierd door zowel de beleidsmakers als de wijkbewoners. Je kan het niet herkennen, maar er lopen hier bewoners en ambtenaren en adviseurs rond. En ja, het is één club geworden. En hoe is dat zo gekomen dat jullie één club zijn geworden? Nou, omdat je, als je terugkijkt, zie je het. Dan nu ontdek je, nu weten we eigenlijk sinds 2 jaar dat je elkaar echt nodig hebt om iets te maken waar wij in geloven, maar waar ook de bewoners zeggen van, dit is echt van ons. Met de beste bedoelingen gingen in 2010 verschillende beleidsmakers samenwerken om het wijkproject succesvol te maken. En wat was zo mooi aan jullie samenwerking? Het mooiste was eigenlijk dat Klemli. Okay. Dat wij gingen uitleggen hoe het daar werkte, terwijl de mensen die daar wonen en eigenlijk het veel beter als ons voelen hoe het daar in elkaar zit, ons proberen duidelijk te maken dat ze ook een ambitie en een idee hadden. En nou, op een gegeven moment voel je dat je niet verder kan, dus dan probeer je heel voorzichtig maar de boel open te gooien. Het plan dat de beleidsmakers presenteerden aan de wijkbewoners werd niet met applaus ontvangen. Integendeel. De bewoners van Maarn gingen in verzet. In dit soort processen heb je ook mensen die ondersteunen. RNR heeft ons daarin ondersteund. Die hebben ook weer relatie met Sirius Video. En dan zie je op een gegeven moment dat er een idee ontstaat. Dat bekijk je met elkaar. En dan ontstaat zo'n gevoel, dat gaan we doen. Nou, ik kreeg een telefoontje van Ton van de gemeente Maarn. En die gaf aan dat ze vastzaten in dit project. En dat is voor ons het begin geweest. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben gekeken naar hoe kan je nou een burger betrekken bij het ontwikkelen van een buurthuis, wat eigenlijk voor de burger is. En toen hebben we bedacht om dat te doen door de burgers zelf met video te laten werken en zelf in kaart te laten brengen van wat is hun buurt en wat verwachten ze van een buurthuis. De wijkbewoners kregen videocamera's mee om hun wensen over het buurthuis in beeld te brengen. RNR werkte voor dit project samen met Sirius Video. Een hoofd wil altijd verhalen vertellen. Mensen willen verhalen vertellen en in een wijk mensen op pad sturen met een camera. Betekent vaak dat ze met een vraag op pad gaan en tijdens het filmen op antwoorden komen. Dus eigenlijk zet je een soort nieuw verhaal in gang in de wijk. Door videocameraatjes in de wijk te verspreiden en mensen te leren met video om te gaan. De wijkbewoners gingen met de video's aan de slag, maar filmden niet alleen dingen die over het buurthuis gingen. Ga je naar het feestje vanmiddag? Ja, zeker. Volgens mij wordt het een heel mooi feest zo met z'n allen. Waarom staan we hier? Nou, wat dit wel bijzonder maakt is, dit was eerst een tuin naast mij. En dit was een enorme bende. Mijn buurman die heeft allerlei banden verzameld. Vraag me niet waarom, maar die stonden echt tot hier opgestapeld. Waardoor ik zeg maar nooit de straat op kon kijken vanuit mijn deur. Ja. Dus ik heb klacht na klacht gestuurd naar de gemeente. Brieven en moeilijk gedaan. En er gebeurde maar niks. Dus ik had heel erg de behoefte aan iets van dat er iets gedaan werd door de gemeente. Want ik werd er gewoon een beetje moe van. En toen merkte ik ineens dat er gefilmd werd in de wijk. Ik zag mensen met camera's lopen. En toen heb ik gevraagd wat dat allemaal was. En toen vertelden ze van nou, we zijn aan het filmen om te laten zien hoe de bewoners de wijk zien. Dus toen heb ik gevraagd, mag ik ook iets filmen? Dus toen heb ik een camera gepakt en toen heb ik dit gefilmd. Deze hele mooie bende van banden. En op een gegeven moment was er gewoon een oplossing. En er werd er hulp geboden vanuit de gemeente. Dus dat was fantastisch. Normaal gesproken werk ik alleen maar met bewoners. En lever ik een resultaat op voor de opdrachtgever, wat meestal de gemeente is. En dit keer hadden we een soort van gedeeld opdrachtgeverschap. Omdat de bewoners en de gemeente het met elkaar eens waren dat ze dat samen moesten doen. Dus ik moest filmpjes. Het project was echt gedragen door beide partijen. En dan krijg je een heel andere dynamiek, omdat ambtenaren ook echt mee gaan doen. Ik vond het heel spannend. Je gaat met video werken, je roept verwachtingen op, je komt angst tegen. Gaat dit echt werken? Dat was voor mij wel heel spannend. En hoe dan? En dat is voor mij zelf ook een enorm leerproces geweest. En de resultaten zijn anders dan ik van tevoren had bedacht. Maar ook meer dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. En hoe komt dat nou?
Ik denk omdat mensen ook daadwerkelijk iets willen met deze buurt. Dat zowel de gemeente als de bewoners, die willen het gewoon goed hebben in deze buurt. En als ze elkaar, als ze helpt, video heeft hun geholpen om elkaar daarin te ontmoeten. En over de angst heen te stappen of over het wij-zij heen te stappen. Dat we samen voor deze buurt staan en dat we samen iets willen bereiken in deze buurt. Ja.